De federatie voor Afrikaanse ranamang heeft vanmorgen ter herdenking van de sterfdag van de slavin Misiseri kransen gelegd op de gedenkplaat op de voormalige plantage Sinabo in het district Komowijne. Misiseri weigerde mee te werken aan een leugen van de plantagedirecteur ten aanzien van de dood van 28 mensen op de plantage. Hiervoor werd zij mishandeld, doodgeschoten en onthoofd. Dat gebeurde op 23 oktober 1743. Vandaag, precies 276 jaar geleden. Volgens Iwan Weyga, de voorzitter van de federatie, wordt deze dag uit respect voor het verleden herdacht. Hij zegt dat vooral de goede eigenschappen van vrouwen uit de geschiedenis belicht moeten worden. Dit stukje geschiedenis te verdelen met de rest van de samenleving in Suriname, waardoor men weet dat er geweldige vrouwen waren met een hoog moraal, en dat ze zich niet gingen verkopen voor een appel en een ei. En uh, dit heeft gemaakt ook dat uh, minder mensen uh, mishandeld tot de dood toe. Uh, dus Mysticir heeft een enorme bijdrage geleverd aan het, op het stuk van mishandeling en ondervoeding. En, uh, en dat doen we jaarlijks. We zijn begonnen uh, ongeveer negen jaar geleden, dat is 2008. Uh, toen uh, wij erachter zijn gekomen uit, uh, uit uh, archiefonderzoek uh, dat die missieserie of serie 265 jaar geleden uh, overleden was, vonden we het uh, welletjes om iets te doen voor deze mevrouw: een plein uh, te onthullen, een plein te maken en onthullen. En dat hebben we gedaan in 2008. En uh, nu zijn we het negende jaar dat we. Tijd nemen om er steeds weer jaarlijks op haar sterfdag te herdenken. Ivan Weengaarde, hij is voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang over de sterfdag van Mississippi. Deze dag is voor de elfde keer herdacht op de voormalige plantage Sinabo in het district Komowenen.